Deze zevendaagse actie, cultuur in actie, om aandacht te vragen voor cultuur en te laten zien hoe belangrijk cultuur is voor ons allemaal en hoe divers de mensen die werkzaam zijn in die sector. Ik zit hier aan tafel met Machteld Tekens. Jij schrijft gedichten, jij schrijft essays, je geeft les aan kinderen, je bent initiator van allerlei cultuurprojecten. Daar is een heleboel over te vertellen. Ja. Maar jij zei, laten we het eens even hebben over datgene wat belangrijk is in mijn werk. Ik gebruik veel symbolen als het gaat ook om het overdragen aan kinderen. Onder andere het symbool van de groene man. Ja, precies. Nou, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Kom maar op met de groene man. Wie is dat? Ja, het is eigenlijk zo'n oerthema wat al duizenden jaren bestaat. En wat je ook op allerlei cultuurobjecten kunt vinden. Op architectuur, dus in boeken, in illustratietechnieken. En er is onder andere een website of een Facebookpagina waar mensen groene man plaatjes delen die ze dan op gebouwen. Waar kan ik die vinden? De groene man bijvoorbeeld hier in Nederland? Ja, dus in Deventer zijn er een heleboel op gevels. En vooral renaissance gevels, maar ook heel veel op die gevels van 100 jaar geleden. Van die Style Empire. Dus, en wie hebben die daar dan opgezet? Ja, dus, nou ja, wie? De architecten hebben dat gedaan. Dus tot het moment dat de nieuwe zakelijkheid kwam en dat allemaal niet meer mocht en zo, waren die gevels helemaal overladen met symbolen. En Groene Man is echt een basic, eigenlijk. En op het moment dat jij met die kinderen praat over bijvoorbeeld zo'n symbool en over de Groene Man, wat probeer je ze daarbij over te dragen? Ja, het gaat niet alleen over de man, maar er zijn ook groene vrouwen. Ja. En het gaat een beetje groen. Ja, het leuke vind ik eigenlijk van de Groene Man is dat het een soort middenvorm tussen een boom en een mens, man of vrouw. En je vindt het, de Groene Man is eigenlijk een portret. Wat bestaat uit bladeren van bomen of bloemen. En soms is het alleen maar bladeren en zie je daar dan toevallig wat ogen en een neus en mond in. Maar meestal is het duidelijker. En je kunt je achter die bladeren verstoppen als persoon. Het interessante van die les is dat kinderen dan juist meer van zichzelf laten zien. Het is een soort paradox en die vind ik altijd super in die lessen. Ik begin eigenlijk altijd te vertellen van stel het is 1100 en je vliegt over Europa en je kijkt naar beneden. Wat zie je dan? Nou, dan zie je dus vooral bossen en je ziet een rivier en dan zie je af en toe een lege plek aan de rivier en daar staat dan een dorp of een. Nou, dan ga ik over die kathedralen vertellen en want ik vind zelf de mooiste groene mannen de gotische uit de 13e eeuw. En dan vertel ik over die kathedralenbouwers. En is het zo, want die coronacrisis zette alles op zijn kop. Dus ook allerlei dingen die jij hebt, waar we het over hadden, konden niet. Maar nu, we zijn nu een paar maanden verder. Kan jij nu weer met kinderen dit doen, deze lessen geven? Ja, dus het ligt ook helemaal stil, omdat het onderwijs stil lag. Ja, daarom. Maar het is weer begonnen. Ik werk ondertussen in de opvang, kinderopvang. Dus dan kan ik het ook wel kwijt. Maar ik zou inderdaad heel graag weer die lessen geven. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind is dat gewoon dit soort symbolen zelf eigenlijk. Ja, je wordt zelf ook op je kop gezet. En alles ziet er ineens anders uit. En ik vind, je zal zien dat over een tijdje dat het misschien een hele andere kant op gaat met die oerdingen. Die dan dingen ineens doorbreken of bekender worden of ineens door veel mensen omarmd worden. Die er nu eigenlijk dus een soort populair cultureel thema wat onder de oppervlakte helemaal. Maar het is voor jou een tool om uiteindelijk kinderen, want dat is leuk wat je net vertelde, hè, dat kinderen dan juist doordat ze dan, hè, je kan je verschuilen, maar dat ze doordat je het daarover hebt, gaan ze juist open dingen vertellen. Dus er gebeurt iets. Ze vertellen iets in beeld. Ja, het dus is een manier kleur om via deze symbolen iets te achterhalen over die kinderen. Precies. En zij over zichzelf. Exact. Dus ik maak ook altijd foto's en die deel ik dan met ouders. Ja. En ik zeg tegen de docent van, kijk eens even naar dat portret. En sommige docenten. Wat een mooie manier. Ja. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij deze manier van werken bij jou? Of ben je een eenpitter? Ja, ik ben een eenpitter. Gaan we er gewoon eentje bij zitten? Ja, is goed. We gaan er eentje bij zitten. Ja. Dankjewel voor je komst. Machteld tekent. En we willen heel graag je handtekening. Prima. Ja, doe ik. Teken je er een blauw, een groen mannetje bij? Ik zal dat blaadje. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Het blaadje. Ja, precies. Ja, ik zie ook dat je nu een groen jurkje aan hebt. Dank voor je komst. Voor jou hadden we eigenlijk een groene stift moeten hebben, maar dat wordt hem niet. Het is wit. Precies.
De Groene Man. Ik heb ook een Facebookpagina met waar ik die tekeningen op zet. Oké, we gaan zoeken op Facebook. Groene Man. De Groene Man, ja.